Zometeen gaat u kennis maken met de nieuwe kantere. Want op een steenworp afstand hier vandaan staat de enige echte volwaardige autofabriek van Nederland. De autofabriek van de familie Waaienberg. De autofabriek van de firma Waaienberg, waar al sinds, dan moet ik even spieken hoor, 1995 de Kanta van de spreekwoordelijke loopband rolt. Het werd na 22 jaar tijd voor een nieuw model. En daar gaan we zo meteen mee kennis maken. Maar al 22 jaar worden de wegen in Nederland opgesierd door dit vrolijke autootje. Er zijn heel wat mensen behoorlijk gecharmeerd geraakt van dat model. En nou leek het me wel leuk om samen met jullie eerst nog eens een stukje historie in te duiken. Jongens en meisjes, jullie zitten vandaag niet op school, krijg je toch nog een beetje geschiedenisles. Want we gaan eens even kijken hoe dat nou allemaal ooit is begonnen. En gelukkig hoef ik jullie dat niet te vertellen, maar we hebben een ware Kanta-expert bereid gevonden om iets met ons te delen over wat die auto nou zo bijzonder maakt. En daarom wil ik graag naar voren roepen, Karin Spijnk. Karin, zou jij naar voren willen komen? Imagine it there looking oh so pretty, this would be good for the city. Imagine it there looking oh so pretty, this would be. Karin, welkom hier op het podium. Neem plaats. Hey Karin, jij bent, even voor de mensen die jou misschien niet kennen, jij bent de schrijfster van het boek De Benenwagen. Ja. En dat boek dat had als ondertitel, en dat vond ik op zich wel een mooie eigenlijk, want je had gezegd het succesverhaal van de Kanta. Dat vind jij het blijkbaar, het succesverhaal van de Kanta. En ik vind het wel leuk om daar eens even met elkaar in te duiken. Maar laten we eens even beginnen bij het begin, want hoe kom jij eigenlijk zo fan van de Kanta? Doet u het? Ja. Ja, als je gehandicapt bent. Ik loop nu beter dan ik 10 jaar geleden liep bijvoorbeeld. Maar ik heb heel lang in een rolstoel gezeten. Ik kon slecht lopen. Ik kon niet tegen kou. Ik kon niet tegen regen. Want dan werd ik, ja, alles werd stijf. En ik liet alles op mijn handen vallen. En mijn knieën deed niet meer. Dan is er niets lekkerder dan een overdekt autootje waarmee je de hele stad door kan crossen. Natuurlijk was ik fan van de Kanta, want die gaf me mijn benen terug. Het is, ik heb eerst een Arola gehad, de voorganger van de Kanta. Mm-hmm. Een, als ik het oneerbiedig zeg, een koekblik op wielen. En elke drempel die voelde je wel. Ja. Dan schoot je ongeveer met je hoofd tegen het dak aan. Toen mijn Arola gestolen was, kreeg ik een Kanta. Dat was de eerste voor mij de eerste in 98. Dus eigenlijk een rijder van het eerste uur. Ja, en ik ben altijd echt zo dol geweest op het autootje. Hoog op de wielen, kek, een soort van een pront wagentje. En toen ik ontdekte dat het Nederlands enige autofabriek is waar een groot land klein in kan zijn en waar een klein land groot in kan zijn. De grootste autofabriek in Nederland maakt piepkleine autootjes. En ze zijn een godsgeschenk. Niks, ik kan niks anders zeggen. Daar zit de maker van de Kanta, de bedenker van de Kanta. Iemand die precies weet hoe je moet autorijden en hoe je alles uit een auto haalt. Dick Waaienberg. Dick, ik dank je zeer. Je hebt mijn leven en dat van heel veel andere mensen buitengewoon verruimd. Een terecht applaus voor Dick, want jij zegt hij heeft jouw leven verruimd. Ja, kan je dat even uitleggen voor mensen zoals ik die geen lichamelijke beperking hebben? Wat betekent zo'n Kanta voor jou? Nou, ten eerste, als jij boodschappen gaat doen, dan doe je dat misschien op de fiets of je gaat lopen. Ik haal de supermarkt nog wel, maar dan moet ik in de supermarkt lopen en moet weer terug. Maar die boodschappen die krijg ik niet mee naar huis. Dus ook is de supermarkt bij mij 150 meter verderop, ik ga met de Kanta. Ik gebruik hem voor alles. Waar jij denkt van, weet je, ik kan wel een stukje lopen, maar dingen meesjouwen, dat gaat niet. Als het koud wordt, ik krijg het nog steeds niet. Het zijn mijn benen, het is een verlengstuk. Ik ga nergens naartoe zonder de Kanta. We hebben een groot project gedaan, daar kom je vast nog op. Daar was een mevrouw die we voorstelden aan Dick Waaienberg. En die zei, u verdient de Nobelprijs. Tranen in de ogen, weet je, dat heb je niet met een fiets. Maar dat komt omdat De Kanta, hij wordt ook zo aangepast aan de gebruiker zelf. Dat is ook wat het ingewikkeld maakt om een nieuwe Kanta te maken. Je moet alles kunnen aanpassen. Links besturen, rechts besturen, inrijden.
Het is een complex autootje. Je ziet het er niet meteen aan af als buitenstaander. Je bent geen vertegenwoordiger, hè, bij Wijnberg. Oh, wel. Nou, ik klus een beetje bij. Ja, nee. Ik ben verbaasd over alles wat jij weet. Nee, maar je bent zo'n groot fan, wat de mensen denk ik ook wel merken hier, dat jij zelfs een boek bent gaan schrijven over die kant, toch? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Het is een beetje een geschiedenis van wat doen mensen nu die een kant hebben. Er zit een fantastisch verhaal in van een vrouw die het Pieterspad naar Spanje heeft afgelegd in de Kanta, over de Pyreneeën heen. Oh god, kind. Ja, wat doe je? Ja. Ja. Haar verhaal staat erin. De hele ontstaansgeschiedenis van de Kanta staat erin. Hoe van de Arola de Kanta is ontstaan. Hoe moeilijk het is om zo'n autootje te maken. Ik heb bijna een week op de fabriek rondgelopen om te zien hoe ze gemaakt worden. En het is echt. Het is puur ambacht. Weet je, je denkt bij auto's dat wordt door robots in elkaar gezet. Maar nee, het zijn dus gewoon echt 10 mannen in overals met allemaal zwarte vingers die aan dat autootje klussen. Van de bedrading tot de panelen erop, de bekleding, de stoelen erin. En ik ben echt aan alle kanten voorgelicht. Het is allemaal handwerk en liefdewerk. De trots, ik zal het nooit vergeten, er was een man die de beplating erop doet. En er zit een soort van regeltje in de zijkant. En zijn grootste plezier was als het precies overal past. Dat is een goede kanta. Iemand anders vindt een goede kanta als alle bedrading netjes keurig komt erin. Weet je, al die mensen die houden van die autootjes en dat straalt erop af. Kan ik zeggen dat jij een beetje verliefd bent geworden op de kanta en op de mensen die hem maken? Dat kan je gerust zeggen, ja. Dus dit voelt ook een beetje alsof ik nu verplicht een nieuw vriendje krijg. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben dan, ja. Een nieuw vriendje, ja. Ja. Jij voelt dat zo? Ja, ik ben. Ik loop inderdaad warm voor de kant. Ik hou van het ding. Ik snap dat het vervangen moet worden. Toen ik een paar jaar geleden op de fabriek rondliep, heb ik al tekeningen gezien. En ik snap ook, weet je, die onderdelen, dat heeft niet het eeuwige leven. En je wil het huidige wagenpark goed kunnen onderhouden. Je moet dat kunnen repareren en wat ook. Dus ja, je moet op een gegeven moment iets anders komen. En je denkt van, oh, ik hield zo van hem. En nou krijg ik een ander. Nee, ja. Zullen we nog even naar je oude vriendje kijken in wat beelden? Want jij bent ooit gestart met het Kanta-project. Ja. En daar refereerde je net al even aan. Daar hebben we zo ook wat beelden van. Maar kan je in het kort omschrijven wat dat inhield, dat Kanta-project? Een vriendin van mij, die is documentairemaakster. En ik sprak haar over heel iets anders. En we deden samen een ritje in de Kanta. En toen raakten we er ontzettend over aan de praat. En ook een grappig autootje, wat leuk. En wat heeft hij toch een geestig stuur? Ja, dat is een racestuur. Dat komt omdat de bedenker van de Kanta een coureur. En dus die was helemaal zo vol verhalen over de Kanta. En die heeft 's nachts gedroomd dat ze boven de stad hing. En dat ze al die kantatjes door de stad zag en dat ze naar elkaar toe reden en dat ze allemaal tegelijkertijd de lampen aandeden en de deurtjes open. En die dacht aan een soort van Esther Williams ballet in het zwembad, je kent het wel, met kanta's. En die heeft de hele nacht niet geslapen. Komt 's morgens een kopje koffie halen bij de koffiecompany ergens in Amsterdam. Ja. Komt een bekende tegen, die ze daar wel vaker ziet, en zegt: ik heb zo'n rare droom gehad, al die kantatjes door de stad met een deurtje zo open. Het was net een ballet. Goh, zegt die man. Kom eens praten op mijn werk. Dus wat doe je eigenlijk? Ik ben technisch directeur bij het Nationaal Ballet. Kijk. Toen hebben wij bedacht, wij gaan een ballet maken met 55 kantaatjes. Nou, dat hebben we gedaan. Allemaal mensen die mede kanta's informatie rijden. Twee coureurs die gestunt hebben met kanta's. Ik heb met een van de sterren van het Nationaal Ballet een pas de deux gedaan. Hij op zijn benen en ik in de auto. Laten we even kijken naar wat beelden, want als het goed is hebben we daar wat beelden van. Prachtig eerbetoon aan de kant. Oh, hier zit jij zelf in, geloof ik, toch? Of niet? Dit is de pas de deux, hè? Nee, ik ben geen balletkenner, hoor, maar kijk. Ja.
Dat was ook één. Als je zo iemand dansen is en alles, en dan moet je met je autootje op zijn benen koersen. Ja. Maar hier, ja, hier zien we wel de liefde die je hebt voor die auto. Ja. Wat, als je nou, kijk, het was natuurlijk een prachtige auto. Er komt zo meteen een nieuwe. Als je nou, kijk, jij bent nog steeds verliefd op je eerste vriendje. Ja. Zo is het. Daar komt er zo meteen een nieuwe. Als je nou zegt van, nou, als er dan toch iets aangepast mag worden, ik denk dat we dan iedereen die hier in een relatie zit heeft als iets van, ik ben heel tevreden, maar als ik nou één ding mag kiezen, dat hij niet met zijn vuile sokken. ik hoop. Hij is nog steeds rood. Dat weet ik. Deze kleur. Ja. De kleur echt van de kant. Hij is gelukkig nog rood. Oh. Ja. Elektrisch zou leuk zijn. En verder. Ik weet niet, ietsje stiller misschien tegelijkertijd, weet je, altijd ik denk, oh, Cornkanta, weet je, dat je zo je oortjes allemaal afdoet. Ja, ietsje stiller, elektrisch. Ja. Ik kan straks eens even kijken of we dat nog... Ja, ik heb zo'n stiekem hoop dat hij zo meteen voorbij komt rijden, maar... Wie weet. Ja, ja, we komen inderdaad steeds dichterbij dat moment van die ontwikkeling. Ja, en één ding, ik wou nog zeggen, ik heb de lof van Dirk gezongen. Even een momentje toch ook voor Frank. De onderneming om een nieuwe auto te bedenken met al die regels die gelden voor gehandicapte voertuigen. Met onderdelen uit, wat was het met de oude kant? Ik geloof uit 25 landen, 350 verschillende leveranciers. Het is een berenklus. Frankje zorgt ervoor dat mijn liefde kan voortbestaan in een ander jasje, maar ik wil je daar echt voor. Ik weet wat een inspanning het is. Ik heb het van Dirk gehoord. Ik hoop dat je er straks nog iets over vertelt, maar dank je wel. Karin, jij ook bedankt. Dank je wel voor het delen van die liefde voor de oude Kanta. We kijken samen gespannen uit naar je nieuwe vriendje. Ik ben heel benieuwd hoe je hem gaat vinden. Dat wil ik graag ook straks ook graag van je horen. Dank je wel voor je mooie woorden. En voor een ieder hier in de zaal, zometeen krijgt u ook het boek van Karin mee naar huis. Dus dat is ook leuk. Dan kunnen ze nog eens lezen over jou. Ja, ik kan toch wel zeggen, ode aan de Kanta. Karin Spijnk, dank je wel. Ja, en dan vraagt u zich misschien af, als die auto zo perfect is, waarom moest er dan een nieuwe komen? Mensen zijn nog zo gecharmeerd van die oude Kanta. En dat is natuurlijk de vraag die ik heel graag aan Frank wil stellen. Frank, je stond al even op om Karin te helpen, maar misschien kun je gelijk het podium opkomen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je die nieuwe Kanta bent gaan ontwikkelen. En dan heb ik iets gehoord over het probleem met, of de uitdaging eigenlijk met de onderdelen van de oude Kanta. Klopt dat? Nou... Ja. Die waren niet meer leverbaar, toch? Nou, dat is niet de hoofdreden. De hoofdreden was, we hebben natuurlijk trouwe Kanta-rijders die gek zijn op het huidige model. Maar we hebben ook gelukkig heel nieuwe klanten. En de nieuwe klanten vonden het model toch ouderwets. Niet meer leuk. 22 jaar geleden was het natuurlijk een model van toen de tijd. Toen waren de brommobielende auto's in dezelfde lijn. 22 jaar later zijn al die auto's moderner, anders gelijnd. Brommobielen zijn moderner geworden. De Kanta is hetzelfde gebleven. En wij merkten steeds meer dat de klanten zeiden, ja, ik wil ook een hip autootje. Gewoon van deze tijd. En tenslotte, ja, als mensen een beperking hebben, dan willen ze ook gewoon een leuk voertuig hebben. Gewoon waar ze trots op kunnen zijn. En ja, dat is een van de hoofdredenen dat wij 7 jaar geleden zijn begonnen met de ontwikkeling van de Kanta. Dus ik kan eigenlijk zeggen dat jullie de Kanta in een nieuw jasje zijn gaan zetten. Gewoon de buitenkant mocht wel eens een update hebben. Nou, niet alleen de buitenkant, want ja, je kunt natuurlijk zeggen, we doen er een nieuw schilletje omheen. Maar we zagen natuurlijk ook wel een kans om technische verbeteringen door te voeren. Het is een nieuwe tijd, nieuwe kansen, andere technieken. En die andere technieken hebben we ook doorgevoerd natuurlijk. De oude Kanta is bijna als een Ferrari met de hand ontwikkeld. De hedendaagse is in de computer ontwikkeld. En dat heeft enorme voordelen. Voor ons en hopelijk dadelijk ook voor de klant. Maar daarvoor hebben we dus ook een aantal technische verbeteringen, die wij natuurlijk wel hebben gezien, kunnen doorvoeren. Kan jij Karin eens overtuigen met jouw pluspunten aan verbeteringen aan haar nieuwe vriendje? Kan je daar eens wat van vertellen dan? Wat is er dan zo verbeterd aan die Kanta? Nou, buiten natuurlijk. We hebben echt naar alles gekeken. We zijn echt met een schoon stuk papier begonnen en 40 jaar ervaring. Daar zijn we ook mee begonnen. We zijn natuurlijk gekeken naar design, maar met design is natuurlijk het zicht vanuit de auto is heel belangrijk. De veiligheid voor de klanten in het verkeer kunnen zien bij drukke omstandigheden, zeker in Amsterdam, dat je gewoon een goed overzicht hebt. Dus dat zijn verbeterpunten die we doorgevoerd hebben. Ook veel ergonomische dingen aan de buitenkant. Bijvoorbeeld een handgreep die gewoon
nu logisch is, die eigenlijk ook niet meer aangepast hoeft te worden, dat de deur makkelijker open gaat. Eén sleutel voor alle deuren, voor het tankdop, voor het contact. Voorheen hadden we een relatief klein sleuteltje voor de zijdeur. Nu hebben we één grote sleutel. En als de deur makkelijk open gaat, ja, dan moet die ook makkelijk dicht. Dat was ook een van de uitdagingen bij de kant. Hè. Je hebt een heel klein autootje, een hele grote deur. Je gooit hem dicht, je gooit er veel lucht in. Hij wil niet goed sluiten. Nou, daar hebben we ook een oplossing voor gezocht. Als de deur open gaat, gaat het raam open. Elektrische ramen. En als de deur dicht gaat, nadat alle lucht eruit is gegaan, gaat het raam weer dicht. We hebben de pasvorm verbeterd. Ja, dat zijn allemaal dingen die voor de klanten van belang zijn. En als je erin zit, ja, wil je ook een leuk dashboard hebben. Je wil je smartphone ergens neer kunnen leggen. Ja, dat hoort erbij tegenwoordig. Maar verwarming en ventilatie. Hè, je zit in een kleine auto, je rijdt vaak korte ritten. Dus je hebt vaak beslagen ramen. Dus die ventilatie en die verwarming is verbeterd. Ook de ventilatie in warme omstandigheden. Er komt nu echt koude lucht uit de ventilatie. Ja. Een airco. Ja. Ja, bijna airco. Ja. Hey, nou zei Karin ook, nou, het zou ook wel fijn zijn als die misschien wat minder geluid maakt. Of misschien een elektrische variant, noemde zij zomaar even. Ja, is dat iets waar jij... Of heb je Karin niet gesproken voordat je aan het tekenen bent? Tuurlijk. Nee, nou, geluid was een van de belangrijkste onderdelen van het programma van IJs wat we opgesteld hadden. Buiten natuurlijk de elektrische uitvoering. Die wouden we graag hebben, dus die hebben we ook ontwikkeld met de meest moderne technieken. Maar het geluid van de benzinekanten, want er zijn klanten die gewoon dergelijke grote afstanden rijden, dat een elektro geen oplossing is. En dan wil je een benzineuitvoering hebben, want je kunt op iedere hoek van de straat tanken. Maar dan moet het geluid ook wel prettiger worden. En het geluid is ook enorm, met name in de Kanta, gereduceerd. Ik kan wel zeggen bij de elektrokanta, ja, die is zo stil dat we er nu serieus over nadenken om hem lawaai te laten maken. Want anders wordt het gevaar voor de rest van de mensen. Maar het aantal verbeteringen is echt eindeloos. Als ik hier daarover doorga en ja, natuurlijk. Dat zou je wel willen. Maar je snapt ook dat al die mensen hier natuurlijk wel heel benieuwd zijn geworden naar die Kanta. Voordat we daarna gaan kijken, even, je hebt de Kanta een nieuw jasje gegeven. Ja. Nou weet ik, we kennen allemaal... Dit jasje ook van Weyenberg. Jullie hebben er gelijk voor gekozen om dat te combineren met een nieuw jasje voor Weyenberg, toch? Ja, we hebben eigenlijk alles aangepakt. We hebben gezegd 22 jaar, je kunt niet alles hetzelfde houden. Dus we zijn begonnen met een logo. We hebben nagedacht over ons bedrijf, maar we zijn begonnen met een logo. En we wouden graag dat het logo een soort symbool was van ons bedrijf. Ons bedrijf is mobiliteit. Dus het is een rond... symbool, ik hoop dat zullen we eens even laten zien. Daar komt het nieuwe logo van Weyenberg. Daar mag je ook voor klappen, hoor. We wouden natuurlijk graag... Veel van onze klanten die zeiden van... Goh, leuk autootje. Ik ben blij dat ik weer mobiel ben. En dan zei ik... Weet u waar die vandaan komt? Nee, geen idee. China? Nee. Ik zeg, hij komt uit Veenendaal. Hij wordt bij ons gebouwd. Weet u dat nou? Ja, achter deze muur als we in Veenendaal stonden. Dus we vonden het belangrijk dat we een logo maakten waar de letters van het bedrijf in terugkwam. Weyenberg Mobiliteit. Ja, en we ook een symbool hebben wat ja, natuurlijk slaat op mobiliteit. Het stuurwiel, het wiel. Maar ook de zorg die wij hebben voor onze klanten. Dus rondom zorg voor onze klanten. Dus dat hebben we geprobeerd te combineren in één symbool. Ja, ik moet zeggen dat is aardig gelukt. Ziet er supermooi uit. En het straalt inderdaad die mobiliteit uit. Ja. Want dat is waar Weyenberg voor blijft staan, toch? Zeker. Als we kijken wat jullie als bedrijf de komende jaren gaan doen. Kan je daar iets over delen? Ja, we hebben samen met Pixel hebben ook nagedacht van... Ja, waar staan we nu als bedrijf voor? Nou, wij staan als bedrijf heel duidelijk voor mobiliteit. Want dat is waar wij voor staan als klanten. Dan moet er even papiertje erbij pakken. Want zo'n presentatie is niet helemaal niks. Ik vind dat je het heel goed doet, of ik heb al een heel verhaal verteld. Maar nou gaan we in één keer allemaal worden. En ik zie Louis ook achter in de zaal staan. Dus ja, je wilt het nu ook goed doen natuurlijk. Hè? Maar, ja. Jij weet waar je voor staat, maar hij heeft er van die mooie woorden aangeplakt, of niet? Nou, ja, precies. De woorden die eraan zitten. Wij staan voor mobiliteit. Ja, maar het is... Dan moet ik het toch even pakken, want dat zijn toch de zenuwen die toeslaan. Even kijken, hoor. Hey, want misschien kunnen we ook eventjes de volgende slide er even bij pakken. Daarop zien we namelijk iets, en dat zijn eigenlijk ja, een mooie slogan die jullie hebben. Iedereen onbeperkt op weg. Waarom precies. Iedereen onbeperkt op weg? Nou, dat is natuurlijk, ja, sorry, daar ga ik weer. Dat is de missie van het bedrijf, onbeperkt op weg. Wij zijn een bedrijf wat mobiliteit levert. Dat doen we niet alleen met de Kanta, maar ook met brommobielen, met scootmobielen, met scooters. Dus echt mobiliteit verzorgen voor de mensen.
Maar ons specialisme is natuurlijk onbeperkt op weg. Tot mensen die een beperking hebben, of geen rijbewijs, gewoon onbeperkt op weg kunnen en deel kunnen nemen aan het leven. Want, laten we het duidelijk zijn, iedereen wil tegenwoordig zelfstandig leven. Daar staat de overheid voor. Maar bij zelfstandigheid hoort mobiliteit. Dat is een onderdeel van zelfstandigheid. En zeker als je beperkt bent door een handicap of door een andere, het niet hebben van een rijbewijs, dan is mobiliteit natuurlijk een groot goed. En ja, dat is onze missie. Iedereen onbeperkt op weg. Mooi. Ja. Hey, en daar horen ook een aantal waarden bij. Ik heb die slide ook al gezien. Dat is gewoon eerlijk, verrassend vriendelijk en compleet voor elkaar. Nou, dat is wat je vrouw over jou zegt, of niet? Als ik thuis ben. Ik mocht er net even ontmoeten. Nee, maar kan je dat... Gewoon eerlijk. Laten we daar eens mee beginnen. We hebben samen gezeten en wat is nou ons bedrijf? Hè? Wat zijn de kernwaarden voor ons bedrijf? Nou, we hebben een kwetsbare doelgroep. Ouderen, gehandicapten. En dan is het belangrijk dat je gewoon eerlijk zaken doet. Daar staan we voor. En gewoon eerlijk zaken doen betekent ook dat je eerlijk bent en oprecht naar de klanten. Dus ook af en toe zegt van nou, dit is niet de goede oplossing voor u. He, dus eerlijk zaken doen, maar ook oprecht, eerlijk en duidelijke afspraken maken. En proberen de afspraken na te komen. Verrassend vriendelijk, dat zul je vaak zien in de showroom. Proberen een huiselijke sfeer te creëren. Dat mensen een warm welkom hebben. En dat ze zeggen, ja, bij Waaienberg voel ik me thuis, want daar wordt voor me gezorgd. Ook als ze met kinderen komen, dan moeten die kinderen geven dan toch hun ouders of hun kind. In sommige gevallen geven ze over, gedeeltelijk aan de zorg aan ons. Dus dan is verrassend vriendelijk, is dan belangrijk dat je weet dat de mensen gewoon respect en geduld en klaarstaan voor de klanten. En dat compleet voor elkaar, dat wil eigenlijk zeggen, we doen het al 40 jaar en we doen eigenlijk alles. Dat was ook het grappige wat Pixel tegen ons zei, die was zo onder de indruk, zei, jullie doen zoveel en jullie vinden het zo gewoon. Hij zegt, ja, jullie vinden het allemaal normaal dat je dit allemaal maar doet. En het is bij jullie gewoon compleet voor elkaar. Dus of het nieuwe kanten is, of het moet aangepast worden, of een brommobiel, het service aan huis, aanpassing, het maakt niet uit. Het wordt geregeld. Een vakantietransport, hij moet naar Frankrijk. We regelen het. Het is compleet voor elkaar. En dat gewoon weg Waaienberg, dat is ook een beetje onze slogan geworden. Want als je gewoon weg wil, dan ga je gewoon weg naar Waaienberg. Dat is een beetje het idee geworden. Onze klanten willen gewoon weg. Die willen gewoon weg leuke dingen doen. En als je gewoon weg wil en je zoekt een vervoermiddel, dan ga je gewoon weg. Nou, waar weg? Goed verhaal, Frank. Ja, erg leuk. Wat me opvalt is, jullie staan echt voor die mobiliteit. Jarenlang ervaring, nog steeds zeg je van, eigenlijk aan het bedrijf hebben we niks veranderd. Het is gewoon nog Waaienberg, maar wel een hele nieuwe auto. Hele nieuwe auto, ja. En als we dan naar die auto gaan kijken, ik heb wat kennis mogen maken met een aantal van jouw medewerkers. Die zijn inderdaad heel erg vriendelijk. Die heb ik uitgebreid mogen spreken, sommige van hen in ieder geval. Maar wat me ook opviel is dat het, hoe zou ik dat omschrijven? Het gaf me een beetje een soort van Hertog Jan gevoel, als je snapt wat ik bedoel. Weet je, je kent die commercial wel, waarin je die mannen ziet vol passie. Nou, Karin refereerde net ook al even aan. Die proberen om dat autootje zo mooi mogelijk te maken, maar zich ook heel verantwoordelijk voelen. En dat ambacht, zeg maar. Herken je daar een beetje? Ja, dat is volledig. Als je de mensen die hem ontwikkeld hebben, de mensen die hem bouwen, de mensen die hem onderhouden, dat is toch, het is heel veel handwerk. Het autootje wordt met de hand gebouwd. En de passie die de mensen hebben voor het bedrijf. En best, natuurlijk, iedereen reageert wel eens lekker niet. Maar uiteindelijk zetten ze dan toch dat stapje extra. Dat merken we altijd. Gewoon toch die betrokkenheid bij de klant. Die extra stap, die extra mijl willen maken. Om het dan toch voor elkaar te willen maken voor de klant. Dus, en dat ambacht, daar heb ik gelukkig heel veel goede collega's van. Super. Hey, misschien is het leuk om... We komen steeds dichter bij die onthulling. U zit al op het puntje van uw stoel. Maar misschien is het leuk om even te laten zien hoe die nieuwe auto nou tot stand is gekomen. We hebben een making-of filmpje. En laten we daar even met elkaar naar kijken. Dan ziet u iets van die nieuwe kanten. De controle voor het vacuüm vormen.
Ja, kun je dus een beetje zien wat het effect daarvan is. Nee, maar je kunt zeggen, maar hij wil eigenlijk wel van je. Voor de elektrische ramen hebben we ook een eigen module ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat de ramen gecontroleerd open en dicht kunnen gaan. Tevens als het raam weerstand voelt, dan stopt de motor met aansturen, waardoor er beschadigingen worden voorkomen. Hier staat een testopstelling waarmee we de raammodule kunnen testen. Rijgemak te vergroten hebben we een automatische choke ontwikkeld. Wat we hier hebben is een testopstelling, eigenlijk een duurtest. De choke wordt per dag 8000 keer heen en weer gestuurd om een levenscyclus te kunnen simuleren. We hebben hier ook een unit waarmee we de kabelbomen die binnengekomen zijn kunnen testen alvorens ze ingebouwd worden. Om te controleren of alle aansluitingen goed zijn. We kunnen contact testen. Je ziet tankmeter wordt aangestuurd. We kunnen testen of de snelheidsmeter het doet. En daarnaast controleren of alle connecties naar de lampjes in orde zijn. Nee, dit willen we natuurlijk nog niet zien. Dat gaan we zo meteen live doen. Ja, u dacht allemaal, dit is de onthulling. Maar dat is het natuurlijk niet. Daar gaan we zo nog wel even een mooi momentje van maken. Zeker. Het lijkt me wel heel leuk, we zagen net al een aantal van jouw medewerkers hier ook in het filmpje, om er even een paar naar voren te roepen, om even iets ook van hen te horen over die ontwikkeling van de nieuwe Kanta. Ja. En dan wil ik graag Rick, Siebe, Arjan, Rob en Ripko naar voren vragen, als dat kan. Geef ze maar een applaus.
Ja, 5 man sterk. Ja. Oh, kom er maar gewoon bij. Komt goed. Ik ben als eerste, Rick, ik ga even met jou beginnen als het mag. Okay. Rick? Rick. Ja, daar is Rick. Rick, kom naar voren. Ja. Al die namen, mensen. Ja. Zoveel mensen werken dus aan de kanten dat het bijna niet meer te onthouden is wie allemaal. Maar Rick, wil jij even iets vertellen over wie je bent? En, Jazeker. Ik ben eigenlijk de oorspronkelijke ontwerper van het allereerste ontwerp van deze nieuwe kanta. Ik heb het gedaan als afstudeeropdracht. 6 jaar geleden inmiddels alweer. 6 jaar geleden? Heb jij de eerste strepen op papier gezet? Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat ook inderdaad. En ik zag gelukkig een hele hoop herkenbare dingen ook weer terug in het uiteindelijke model. Dus, dat is een nuttige afstudeeropdracht geweest dan? Absoluut, ja. Ja, het afstudeeropdracht, als het op straat komt, dan ben je eigenlijk heel gelukkig. En in die zin ben ik heel erg gelukkig eigenlijk hier met wat ik zie. Heb je afstuderen ook echt gehaald? Zeker. Oh ja, oké. Okay, nee, ja. Ja. Nee, ja, je weet niet. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nee, wat voor cijfer heb je ervoor gekregen, weet je dat? Een 8. Ja. Nou, heel netjes. Ja. Daar zouden we het allemaal voor doen, denk ik. Hey, heb je het uiteindelijke ontwerp en de nieuwe auto al gezien? Ik ben 1 keer een paar jaar geleden langs geweest om even te spieken. Ja. Ik heb wel wat plaatjes links en rechts gezien, maar ik heb nog niet in vol ornaat zien staan. Dus voor jou is straks die onthulling eigenlijk net zo spannend? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Kan jij nou iets zeggen aan dat ontwerp wat jij ooit hebt bedacht, waarvan je zegt, ja, maar daar ben ik nou eigenlijk wel heel trots op? Nou, als je hem eigenlijk gewoon goed bekijkt, het achterkantje, dat vind ik nog wel steeds een bijzonder mooi ding. Dus, het kontje is van jou. Het kontje is van mij. Ja, leuk. Ja. Nou, laten we dat zeggen. Mooi. Nou ja, ik ben heel benieuwd naar het kontje van Rick, om het zo dan maar even te zeggen. Ja, maar goed. Hey Rick, dankjewel. Daarna is het verder gewerkt aan het ontwerp, toch? Wil je even bijkomen? Siebe. Jij bent verder gegaan met het ontwerp van Rick, toch? Dat klopt inderdaad. En jij was ook blij met het kontje van Rick? Het kontje, daar heb ik bijna aan gedacht. Oké, okay, nou, daar is Rick dan blij mee. Ja? En toen? Ja, er zat toch een klein neusje op waar we nog een klein beetje links en rechts wat aan bijgeschaafd hebben. Ja. En om het iets, laat ik het zo zeggen, iets vriendelijke uitstraling te geven. Juist. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe moet ik zo'n proces voor me zien? Jij krijgt de afstudeeropdracht van Rick, krijg jij. Ja, dat klopt. En dan mag jij daarmee aan de slag? Hoe werkt dat? Heel simpelweg gezegd was het eigenlijk van de voorkant vinden we niet mooi en de rest blijft er alsjeblieft vanaf. Dat was een beetje heel grofweg gezegd. En eigenlijk als je dan kijkt, heb ik dus gekeken naar wat hij vooraf gedaan heeft. En ja, wat is daar nog een beetje binnen aan vorm te geven? Wat kunnen we er voor een nieuw smoeltje eigenlijk? Het is met name de smoel van het voertuig. De uitstraling, want het is toch het eerste aanzicht wat mensen vaak zien. Hoe kunnen we dat een beetje een vriendelijke uitstraling geven? Dat was een beetje de kerngedachte dachten. Is het gelukt? Ik ben er zelf redelijk tevreden over, ja. Zeker weten. Als je nou kijkt naar dat hele proces, zijn er dan nog momenten dat je dacht van, poeh, hoe gaan we dit doen? Of hoe gaan we dit oplossen? Waar zaten de uitdagingen voor jou? Nou, ik denk dat de uitdagingen met name daarna kwamen. Het ontwerp was redelijk, makkelijk laten we het ook niet zeggen, maar hij is goed verlopen. En daarna hebben we toch nog wel een aantal technische dingen gehad waar we met technische uitontwikkeling aardig wat strijd mee hebben gehad. En we zo goed mogelijk hebben opgelost natuurlijk. En speel jij daar dan ook weer een rol? Moest je dingen gaan aanpassen bijvoorbeeld? Ja, we hebben toch wel links en rechts, met name qua vormgeving, een paar concessies moeten doen. Van dingen die er op tekening op de eerste schets gewoon leuk uitzien. Maar ja, toch achteraf in de productie, dan zijn de toeleveranciers daar iets minder blij mee eigenlijk. En daar hebben we gewoon de beste middenweg in gevonden. Super. Hey, als je nu kijkt naar die auto, is er dan iets waarvan je zegt, ja, daar ben ik trots op? Nou, natuurlijk het neusje, het smoeltje wat erop zit. En, en eigenlijk ook de hele binnenkant. Het is echt wel iets meer een automotive uitstraling. Dus het is niet meer het... Ja, sommige mensen vinden het mooi, het statische koekblik. Maar het is wel zeker een iets dynamischer voertuig als je het voorbij ziet rijden. Dankjewel, Siebe. Dus we hebben zometeen het smoeltje van Siebe, het kontje van Rick. Ik ben heel benieuwd wat Arjan daar aan toe te voegen had. Dankjewel, Siebe. Arjan, want jij hebt je volgens mij bezighouden met het technisch design, zoals dat heet. Ja. Waar het voor Siebe te moeilijk werd, dan mocht ik... Okay, ja. Ja, als het zijn pet te boven ging. Jullie zijn allebei vrij lang, dus dat zou bij mij al heel snel gebeuren. Dan maar vertel, want... Eigenlijk de hele ontwikkeling van de kunststofdelen aan met name de buitenkant. Dus alles wat rood is, rood gebleven. Dus dat is eigenlijk in de computer helemaal door mij ontwikkeld en uitgetekend. En waarvan dan ook de mallen gemaakt zijn, zeg maar. En dan uiteindelijk kunststofdelen gevormd worden. Je houdt ook wel een beetje van rood?
Meer blauw. Ja. Nou ja, dat is hier een goede kleur, vind ik. Maar daar gaan we verder niet over uitwijken. Dat is een ander verhaal. Maar ja, hij is rood gebleven, zei je al. Ja, dus alles wat ik zie wat rood is... Ja, ik heb eigenlijk samen met Siebe hebben het, en Rob natuurlijk ook, en het hele team van Weinberg hebben het ontwikkeld natuurlijk. Maar uiteindelijk moet één iemand zeg maar, in de computer eigenlijk alle data zeg maar, tot mooie lijntjes maken. En ja, daar werden wij voor ingeschakeld, of ik met name dan. Yes. En, Als je nu kijkt naar dat hele proces, hè, dat is volgens mij echt een teamprestatie geweest. Ja, dat vind ik ook. Ik weet niet of ik nog ga vragen waar ik trots op ben. Maar... Graag. Nou, beantwoord maar gelijk. Dat is denk ik wel hetgene waar ik het meest trots op ben. Omdat ook Frank kwam, denk ik, 7 jaar geleden of zo. Kwam die vond eerst bij ons. Zo van, nou, we willen een nieuwe voertuig gaan ontwikkelen. Maar we weten niet of het gaat lukken met jullie, want zijn jullie wel groot genoeg. En uiteindelijk 4 jaar later, of 3 jaar later, of ja, dat was 3 jaar geleden, zeg maar, zijn we begonnen. En dat je eigenlijk met een heel klein team eigenlijk een volwaardige auto ontwikkelt. Ja, dat als je nagaat bij Mercedes of BMW, daar zitten ze met 1000 man aan een auto te tekenen. En hier doe je het met 5 plus alles eromheen nog. Maar eigenlijk een heel compact team dat je dat doet. En dat vind ik echt heel knap. En dan ben ik trots op mezelf en trots op hun. Graag, dus, ja. Dankjewel. Hey, uiteindelijk als het dan richting de techniek gaat, begreep ik, dan stopt jouw werk weer, toch? Of niet? Ja, dan neemt Rob het weer over. Zullen we Rob er eens even bij halen dan? Dankjewel. Ja. Rob, ja. Want Rob, dan hebben die mannen, die hebben allemaal leuke dingen op papier en in de computer gezet. Dan liggen daar prachtige ontwerpen en de gekste ideeën, zeg maar. Ja. Maar dan moet het ook echt straks een keer gemaakt worden. Het moet nog kunnen rijden. Oh, dat ook nog? Ja, dus een klein detail. Ja, dus eigenlijk alles wat de mannen gemaakt hebben is van plastic. Maar er moet ook nog wat staal in natuurlijk. Een wielophanging, hij moet remmen, hij moet sturen. Ja, vrij essentieel, denk ik, dat Karen ook vindt. Ja, hij heeft er ook nog bij en hij moet goed in elkaar te zetten zijn. Je moet er naar de hand nog bij kunnen voor de reparaties, de service. Ja, en daar kwam ik om te kijken. En was je blij met het werk wat de 3 heren voor je hadden gedaan? Of, Nou, het conflicteerde nog wel eens. En dan was het inderdaad van, jongens, maar dat kan toch helemaal niet. Maar het moest er dan mooier uitzien. Maar ja, dan ben ik meer praktisch dat ik zeg, van, kom op, daar kan best nog wel een hoekje vanaf. En dan passen de wielen veel beter. Maar ja, dat was dan wel een strijd. Maar uiteindelijk zijn we daar... helemaal uitgekomen, denk ik. Denk je? Ja, ja. Ja. Je vindt hem nog steeds ook wel mooi? Ik vind hem schitterend. Ja. Ja, ik ben er heel trots op. Dat trots, hebben het al. Ja. We refereren alle 3 de heren aan. Er zit natuurlijk jarenlang werk ook voor jou in, of niet? Ja, maar, we zijn denk ik 6-7 jaar geleden begonnen. En dan niet eens fulltime, maar eigenlijk naast het gewone werk het rustig is opgepakt en begonnen. Ja, en de laatste paar jaren, toen is het echt vol gas gegaan. En daar hebben we 6 jaar mee bezig geweest, vanaf de eerste streep ook. Dus, ja. Hey, dat vol gas heb ik ook even in dat filmpje gezien op het industrieterrein bij ons, onder andere. Ja, dat ik dacht, zo, dat gaat fors. Dan komen ze terug met dat autootje en dan zeggen ze, nou, dit of dat. Of gaat dat zo? Dan heb je een hele lijst met dingen die nog anders kunnen, die nog beter kunnen. Ja, en dan moet je toch altijd weer even overleggen. Kan dat? Hoe snel kan dat? Wanneer kunnen we dat doen? Of ja, helaas, het is niet anders. Dus ja, dat is een hele uitdaging. Wat vond je de grootste uitdaging? Nou, soms de heren van de kunststof overtuigen dat het echt anders moest. Dat, dat was toch wel het zwaarste, denk ik. En wat had je dan voor inzet? Zeg maar, waar kon je ze mee overtuigen? Zijn dat dan sausijzenbroodjes geweest? Of wat moet je dan... Nou, privéfoto's. Oh, ja. toch altijd met goede argumenten, weet je, dan kan er wel even uit. Dan uiteindelijk waren ze voor reden vatbaar, om het zo maar te zeggen. Ja. Helemaal goed, hey Rob, dankjewel. Ja. Ripko, mag ik jou ook even naar voren vragen? Want dan uiteindelijk, ontwerp is het, technisch ontwerp. Iedereen heeft bedacht hoe het eruit moet gaan zien. Het gaat rijden, dat is ook fijn. Ja, en dan kijk ik de vraag, dit hebben we gemaakt, ik wil het zo hebben. En ik ga dan zoeken van hoe we dat kunnen gaan uitbesteden. En we hebben natuurlijk een heel databestand met maar onze uitbesteden, relaties. Jullie bouwen toch dat autootje? Ja, klopt. We kunnen niet alles zelf gaan maken. We assembleren hem. En de componenten die moet je kant en klaar binnen gaan krijgen. Dus ja, het was een mooie tekening. En dan gaan kijken van, dit wil ik gaan hebben. Dus even heel praktisch. Wie heeft die koplamp die zij hebben getekend? Dat soort zaken. Ja, dus dan kom je ook weer terug van, dit willen jullie. Maar dit en dat. We zijn natuurlijk ook een kleine speler. Dus je kan niet alles. En dat heeft ook wel eens voor wat discussies gezorgd. Ja. Maar daar zijn we ook heel goed uitgekomen. En het is mijn werk eigenlijk geweest om dat allemaal op te pakken en te regelen. Juist. Dus, ja. Dus dan kwam Siebe bijvoorbeeld met een Ferrari Poke. En dan zei je, die kopen we niet zomaar in. Ja. Om even, dat soort zaken. En dat had ik met Rob natuurlijk weer die wel metalen koplamp. Maar die hadden we weer niet. Dus dat was altijd een beetje het hele spel tussen ons. En we zijn er allemaal heel goed uitgekomen. Maar het is wel heel veel testen. Kijken wat er kan. Dan krijgen we wat samples. Ook gaan kijken, past het in het ontwerp.
Hoe is het verder op kwalitatief gebied? Want het is ook niet onbelangrijk. Ja, het is een heel continu samenspel geweest. Ja, want uiteindelijk, al die verschillende onderdelen komen van verschillende leveranciers. Die zijn ook misschien niet allemaal perfect op elkaar afgestemd. Nee, en zeker niet omdat het, wat ik al zei, een kleine serie is. Dus we hadden wel wat vragen gesteld van, nou, kunnen jullie dat maken? Nee, we hebben alleen dit, of dat is er helemaal niet. Dus we hebben ook van heel veel zaken gezegd van, nou, weet je wat, we gaan het zelf wel maken op die manier. Dus we hebben heel veel dingen zelf ontwikkeld in eigen huis. En dan kunnen we ook in ieder geval exact erin stoppen wat we willen hebben. En ja, dat is ook heel mooi aan dit project geweest. Van A tot Z, als ten eerste, dan maken we het gewoon zelf, bij wijze van spreken. Kan je iets vertellen over de hoeveelheid leveranciers die dan betrokken is bij dit autootje? Nou, je hebt natuurlijk partijen die heel dicht betrokken zijn. Hè. Bijvoorbeeld het Kunststof, dat is natuurlijk wel een heel gebeuren op zich. Dus daar hebben we een heel nauwe samenwerking mee. Maar goed, je praat nu wel en dat wordt nog wel een beetje bijgeschaafd. Maar je gaat zeker richting de 100 toeleveranciers op allerlei vlakken. Ook omdat je niet altijd de keuze hebt om het te clusteren, omdat het allemaal specifiek is. Ja, je ziet het zo, het voertuig, het is ook veel uitgebreider geworden dan het oudere model. Dus ook meer verschillende toeleveranciers wat vandaan komt. Dus ja, dat is een behoorlijke partij. Het klinkt een beetje als een grote puzzel die jij in elkaar hebt laten vallen. Ja, ik vind puzzelen wel leuk, dus dat komt goed van pas. Ja, zeker. Helemaal goed. Dus, ik kan me voorstellen dat je zo heel trots bent als dat moment dan eindelijk daar is. Ben je dan klaar of hou jij dan nog een rol daar? Nee. Ik denk dat we volgens weer doorgaan. Want dit is natuurlijk het helemaal werken tot het voertuig wat helemaal af is. Dat we het ook mooi kunnen presenteren. Dat we er helemaal achter kunnen staan. Daarna heb je de fase van het in productie nemen van alles, de hele opvolging. We moeten ook gaan kijken hoe het allemaal gaat lopen om het verder qua gamma uit te gaan breiden en al dat soort zaken. Dus er is nog genoeg werk te doen. Super. Hey, dankjewel ook. Graag gedaan. En leuk om even zo met deze heren kennis te maken. Geef ze even een applaus. Frank, wat mij zo opviel ook, is wat ik net al even omschreef als dat ambacht, zeg maar. Dat zie ik bij deze mensen zeker terug. Dat is leuk ook om te zien. En de geintjes onderling ook. En aan de andere kant ook serieus dreigend met privéfoto's om dingen voor elkaar te krijgen en het beter te maken. Ik vind dat mooi. Maar er zitten hier nog veel meer mensen in de zaal die aan deze auto hebben gewerkt, toch? Tuurlijk, want hun hebben het mooi uitgedacht. Maar er zijn een aantal mensen in de zaal die hem gebouwd hebben. En die willen graag dat die gaan staan. Ja, de mensen van het bloed, zweet en traan, om het zo maar te zeggen. De mensen die hem echt in elkaar hebben gezet. Kunnen die eens even gaan staan? Onno. Ja, Gerard, en zijn team. Kijk. Huip, Senja. Gerard. Dat zijn de mensen die hem natuurlijk ook echt gebouwd hebben. Want ja, het uitdenken is één ding. Maar het bouwen en alle kleine probleempjes oplossen die hun vergeten zijn. Dat is twee. Dus jongens, bedankt. Zeker voor de afgelopen weken. Super, dankjewel ook. Hey Frank, nou hebben wij natuurlijk met elkaar een beetje doorgesproken hoe dan zoiets gaat verlopen. Maar wil je heel veel hier gaan staan? Want er zijn een paar dames, want ik begreep dat je ook twee dames in dienst hebt, toch? Ja? En die willen eigenlijk namens het personeel ook nog even iets tegen jou zeggen. Oh. Dus vandaar, kijk, daar komen ze al aan. Wat doen de dames bij jullie? Werken die ook in de werkplaats? Of? Nee. Marlies is degene die de klanten welkom heet, de receptie bedient. Ja? En Ineke is verantwoordelijk voor de administratie en voor personeelszaken. Mooi. En lid van het managementteam. Dus. Ja, nou, ik ga ze even het woord geven. Alsjeblieft, Ineke. Dankjewel. Frank, jij vroeg net applaus voor personeel en met name productie en alle mensen natuurlijk. Maar dat willen wij ook toch nog een keer voor jou vragen. Voor ons ook als werknemers zijn we blij met een werkgever als jou. En met het bedrijf waar we werken met heel veel plezier. Namens alle medewerkers willen we dan jou ook als directeur Waaienberg Mobiliteit van harte feliciteren met deze lancering vandaag. Het is een heel proces geweest. In totaal een jaar of 7 hard gewerkt aan de totstandkoming van dit voertuig. Met moeilijke en makkelijke momenten. Met meevallers en tegenvallers die ook de ontwikkeling wel eens vertraagden. Veel mensen hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Maar jouw rol als directeur is daar toch ook een hele bijzondere in. Bij alle aspecten betrokken. Veel in geïnvesteerd in dit hele voertuig. Jij alles willen weten. Maar ook alle eindbeslissingen die bij jou als directie lagen moeten nemen. Leuk, maar soms ook best heel lastig. Zeker de laatste tijd een hele drukke periode geweest. Hele lange dagen makend, hè Ellen? Maar het resultaat mag te zijn.
Jouw slogan was en is altijd, het komt goed. En het is goed gekomen. Hier op het podium staat achter het doek een prachtige kanta waar jij als directeur samen met het hele team van Waaijenberg trots op mag zijn. Met vertrouwen gaan wij de toekomst tegemoet met deze nieuwe kanta en we hebben er als werknemers allemaal heel veel zin in. Frank, nogmaals gefeliciteerd en ook dankjewel voor alles. Nou, dankjewel allemaal. Dus, wat een mooie woorden, Frank. Ja. Nou, dat geeft ook iets aan. En dat vind ik wel heel leuk van dat ambacht, van het teamgevoel wat jullie met elkaar hebben hier. Ja. En ik zie dat de bloemen zijn in toepasselijke kleuren. Ja, rood. Ja, dat moet eigenlijk wel ook, hè? Ja. Mooi rood is niet lelijk. Nee, zeker niet. Nee. De mensen zijn hier natuurlijk allemaal naartoe gekomen voor die onthulling van die kanten. En daar is het eigenlijk ook nu wel tijd voor geworden wat mij betreft. Laten we kennis gaan maken met die auto waardoor zoveel mensen zo hard aan is gewerkt in de afgelopen tijd. En zometeen zullen wij op het scherm een filmpje starten. En dan bent u getuige van dat historische moment van de onthulling van de opvolger van de oude kanten. Telt u zometeen met mij mee af van 10 naar 0 en dan gaat u hem zien. De nieuwe kanten. Laten we kijken. De nieuwe Kanta! Ja, een mooi kontje. Ja. Ja, en een leuke smoel ook. Ben je trots, Frank? Heel erg trots. Kom er eens even dichterbij staan. Laat me eens even zien wat... Hier hebben we het natuurlijk met elkaar over gehad. Prachtige velg ook. Ziet er super uit, Frank. Ja, ik ben er zeer tevreden over. Ik ken hem natuurlijk al. Hè. Ja, dat wel. Ja. Het nieuwe logo ook erop. Ja, ja mooi. Ja. Echt grote deuren, elektrische ramen. Elektrisch leverbaar, ook met benzinemotor, 3 uitvoeringen. En natuurlijk niet alleen het product, maar ook met de service Waaijenberg. En dat blijft? En dat blijft. Gewoonweg Waaijenberg. Gewoonweg Waaijenberg. Maar wel een compleet vernieuwde kanten. Ja. Dames en heren, u was hier vandaag getuige van een historisch moment, de onthulling van de nieuwe kanten. En ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren het straatbeeld in Nederland wordt opgesierd met dit prachtige model. Dat we vele mensen hun mobiliteit terug kunnen geven met deze auto. En ik wil jullie van harte uitnodigen allemaal om straks ook mee te gaan naar de fabriek van Waaijenberg, die aan de andere kant van de straat ligt. Een klein stukje lopen, u kunt de auto gewoon laten staan. Dan kunt u de auto ook eens van wat dichterbij bekijken. Misschien Frank nog wat vragen stellen over de mogelijkheden qua wat is het prijskaartje wat eraan zit, welke mogelijkheden zijn er, welke uitvoeringen zijn er, welke kleuren hebben we allemaal. De fabriek, wat gaat er gebeuren? Even de fabriek in, wordt al aangeboden. U kunt zelfs een testrit maken, ook in deze auto zelf. De auto gaat straks voorop, die rijdt ook daadwerkelijk daar naartoe. Daar kunt u achteraan lopen als u wilt. Dus een prachtig moment om dan samen naar Waaijenberg te gaan. Bij Waaijenberg zal ook een lunch voor u staan. Dus daar kunt u genieten en is ook voor de innerlijke mens gezorgd. Dus dan daar nodigen we u voor een harte vooruit. Mocht het zo zijn dat u onverhoopt toch al eerder moet vertrekken... Dan wensen wij u een goede reis. Dan is er straks bij de dames, bij Marlies onder andere, een goodiebag te krijgen. Waarin ook het boekje over de kanta zit, de benenwagen. Dus dat is leuk, dan heeft u die mee naar huis, kunt u een stukje historie lezen. Maar laten we vandaag ook vooral genieten van dit nieuwe model. Dames en heren, het was een eer om u hier te hebben. IJs en weder, file en onderwijsstaking trotserende om dit historische moment mee te maken. Ik wens u allen een hele fijne middag. Eet smakelijk zometeen en veilige kilometers. Tot ziens allemaal.